Welkom bij de kanaal van de Game Contenters. Vandaag gaan we een potje FIFA 22 spelen. Ik nodig je uit om tot het einde te bekijken hoe wij een potje FIFA 22 spelen. Wellicht kan je er iets uithalen voor je eigen gameplay. Ik zal vandaag starten met Go Ahead Eagles tegen Vitesse. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer je. Het zonnetje schijnt, de temperatuur is aangenaam en de grasmat. Ach, eens kijken, ligt er perfect bij. Voor de mooie voetbalmiddag die hier over enkele minuten van start gaat. Beste kijkers thuis, ik heet u officieel van harte welkom. Uw commentatoren zijn vandaag zoals altijd Jeroen Guter, mijn collega hier naast me, en ikzelf, Siert de Vos. En we verheugen ons op een wedstrijd in de Eredivisie. Wat een prachtpot op papier. Het heeft er alle schijn van dat we 90 spannende minuten tegemoet gaan, Siert. Laat de bal maar rollen. Kuipers. Die keeper onderschept voordat er iemand bij kan. De doelman met een makkelijke redding. Een mooie club dat Vitesse. Bewaar deze even voor later, zie je, want er komt een enorm gevaarlijk moment aan. En daar, ja, eindigt de counter. Ruimte op de vleugel, het lijkt wel het heelal. Meteen vanuit de lucht. Enorme redding en daardoor het gevaar geweken. Ja, wat een reactievermogen heeft deze keeper toch. Hè. Van zo dichtbij en dan toch tegengehouden, echt heel knap. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Netjes die bal weggewerkt. Dribbelt verder richting doel. Oussama Tanane. Hij maakt de actie en verovert de bal. Hij zit er goed tussen bij die pas. Vitesse weer in de aanval hier. Hij geeft hem diep. Doelman ertussen, spel gaat verder. En het is een goal! En de gelijke stand is van het bord. In eerste instantie levert de doelman goed werk. Ja, niets op af te dingen. Maar het gevaar is dat de bal terugkomt en dan ontstaat er dus opnieuw een gevaarlijke situatie. En dat is balen voor hem, want uiteindelijk is het toch een doelpunt. En misschien was dat te voorkomen geweest. De score is geopend. Het is 1-0. En nummer 7, Luis Openda. Hij brengt de bal dichter naar het doel. Wordt dit een kans? Nee, die aanval bloedt toch dood. Matoush Bero. Het andere team weer aan de bal. Goed gedaan, mooie onderschepping. Zijn pas komt rechtstreeks bij de tegenstander terecht. Goed onderschept. Dat was waarschijnlijk een kans geworden. Offensieve intenties bij de Arnhemmers. Tanane. Komt hij tot een schot? Bal blijft binnen na die redding.
gevaarlijke steekpaas. Nou, dit moet je maar durven. Zorg dan dat die bal ook echt weg is. Ze krijgen het balbezit weer. Alleen de doelman nog voor zich. Het was een mooie kans. Maar dan zette de fluit omdat hij in buitenspelpositie stond. Ja, het was maar net buitenspel. Hij stond wel in positie om te scoren. Een teamgenoot biedt ondersteuning. Matus Bero. Op het doel. En er gaat er weer een in. Oh, wat een luxe. Een voorsprong van 2 doelpunten. Dat is toch lekker voetballen. Ja, en nu is toch wel het moment gekomen voor de tegenstander. Om er ook eens iets tegenover te stellen. Indrukwekkend hoor. Wat een heerlijke trap. En zo hard geschoten. Hij neemt de bal prachtig op zijn schoen. Met die tackle verovert hij de bal op de eigen speelhelft. Richetli Bazour. Dit is geen prettige situatie voor die speler. Schot. Ja, om dichterbij te komen. Gered door de keeper. Bal blijft in het spel. De aanvaller zakt een linie om de bal op te halen. Nog steeds aan de bal. Nee, toch niet. Die aanval is gestopt door de tegenstander. Dat zag hij goed. Er komt 1 minuut bij. Dat heeft hij uitstekend gezien. Hierbij gaan we de rust in. Met een achterstand van 2-0. We gaan gauw door naar de tweede helft. Om te kijken of we onze score kunnen verbeteren. We gaan weer verder. Tweede helft van de wedstrijd. En ze hebben de bal weer terug. Hij stoomt verderop. En de bal gaat naar de tegenstander. Ze vechten om de bal. Raakt de bal kwijt na die tackle. Een kans op een counter. Hij schiet. Zo, via de keeper op het aluminium. Matus Bero. Offensieve intenties bij de Arnhemmers. Komt dat schot, zou Hugo zeggen. Die kan de uitkomende keeper makkelijk pakken. Brouwers. Nog steeds aan de bal hier. En dit moet de aansluitingstreffer zijn. Heel mooi dat gevaar eruit gehaald met die verdedigende actie. Een goed uur gespeeld, nog een half uur te gaan. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Ze krijgen het balbezit weer.
zet verder door. De voorzet richting de tweede paal. Schitterende treffer. Ach, kijk eens, er komen sterretjes voor die bal. Hij doet het met een prachtige volley. En de doelman, ja, die kan er alleen maar naar kijken. Hij zou eigenlijk moeten applaudisseren. Het gevaar komt dus van de zijkant. Deze voorzet is perfect op maat. En dan volgt er een, mag wel zeggen, uitmuntende volley. Goed het lichaam gedraaid om die bal perfect te kunnen raken. Heel mooi gedaan. Het verschil is minimaal. Het staat 2-1. De speler raakt het balbezit kwijt. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. Goed gedaan van die doelman. Hij gaat verder. De verdediger blokkeert die voorzet. Die voorzet is te kort. Matige bal. Steekt die bal maar door. Maar helaas, de aanval loopt spaak. En weer in balbezit. Goed er langs gegaan. Doelpoging. Oh, ze krijgen het toch voor elkaar, hè. Ze staan er 2 achter. En dan weten ze toch weer gelijk te komen. Ja, zie je, deze moeten we nog maar eens een keer gaan bekijken, hoor. Ja, de verdediging had daar totaal niet op gerekend. Precies op de juiste plek. Ja, zo wordt scoren wel een makkie, hè. En de stand weer in evenwicht. 2-2. Na die tackle heeft hij de bal niet meer. Zijn pas komt rechtstreeks bij de tegenstander terecht. Een uitgekiende aanval van Vitesse in de jacht op de overwinning. Met nog luttele minuten op de klok. Ach nee, de tegenstander heeft de bal alweer veroverd. Op de klok staan nog 9 minuten speeltijd. Op de vleugel voor een voorzet. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Schot gelost. Een geweldige redding van de keeper. Ja, atletisch hoor. Die zweeft uit naar de bal. Fantastisch. De coach lijkt te gaan wisselen. Corner voor het doel gebracht. Hij wordt weggewerkt. Kan hij hier voor gevaar zorgen? Ja, doelman pakt die bal. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. Die bal had gewoon ingemoet, hoor. Dit soort kansen die krijg je niet zo vaak in de wedstrijd. Echt heel zonde. Hij komt terug uit zijn positie om de bal te halen. Dit kan een goal zijn. Mooie redding, zeg, van die keeper. Daar waren ze aan het einde van de wedstrijd bijna de klos. Hij redt zijn ploeg. Deze keeper is geweldig opdreven. Het staat nog steeds gelijk. Zo'n schot is lekker voor Haan. En gassen langs de zijlijn.
Die aanval begint erop te lijken. Komen ze alsnog op een voorsprong. Kijk toch eens, wat een reflex van die doelman. Van dichtbij gestopt. Ja, heel snel. Hè. En zo houdt hij de stand gelijk. Nou, ze mogen wel dankbaar zijn. Komt de hoekschop in het midden. Een poging die bal weg te werken mislukt. Na twee speelhelften hebben we hier geen winnaar. Hier hebben we gelijk spel. We gaan door naar de verlenging. We gaan naar de klassieke verlenging. De eerste verlenging gaat nu starten. En de aftrap voor de eerste helft van de verlenging. Ik ben benieuwd. Brouwers. En nu wordt het oppassen. Al vroeg onderschept die bal. Dit kan maar eens een kans opleveren. Hij verovert die bal op eigen speelhelft. Met de bal over de lijn. De druk was te groot. Oussama Tanane. Die aanvaller wil de bal en laat zich zakken. Ja, redding! Wat een redding van de doelman. Ja, en die inzet die komt van heel dichtbij. Hè. Dan heb je eigenlijk bijna geen tijd om te reageren. Daar gaat hij langs de tegenstander. Voorzet in het 16 meter gebied. Zorg dan dat die bal ook echt weg is. Matus Bero. Uitstekende passing van Vitesse daar rond de 16. Doelman had hem. Bal blijft binnen. Zoekt nog steeds naar de ruimte. Barner Haan stopt die inzet. Er raakt nog een speler van de tegenpartij. Hoekschop. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. En nu misschien. Die bal wordt geblokt door die speler. We zitten halverwege de verlenging. Het staat nog steeds. We gaan even een wissel snel toepassen hier zo. Oh. Ik ga gauw even wisselen. Oké, we gaan gauw verder. Dat was de aftrap. Tweede helft van de verlenging. Eens kijken wat ze gaan doen. Zo hoor je een sliding te maken. Goed werk. Matus Bero. Listige steekbal. Een geweldige kans van dichtbij, maar wat doet hij ermee? Helemaal niets! Wat zal die balen zeggen en ik trouwens ook. Ja, maar hij moet hem ook niet zo hard schieten. Gewoon met wat meer beleid. Deze aanval begint erop te lijken. Gaan ze op weg naar de winst? Nee, die bal
op het verkeerde moment gegeven gewoon. Ja, want nu is het buitenspel. Hij probeerde het te ontlopen, maar dat gaat op deze manier fout. Richetli Bazour. Er zijn nu nog 8 minuten te spelen in deze verlenging. Balbezit veroverd. Gevaarlijke steekpaas. Nog steeds in aanval. De kans om voor te komen. Doelpunt! Oh, wat is dit toch mooi! Het schoolvoorbeeld van hoe je moet terugvechten van een achterstand. Sapper de flap! Ik geloof mijn eigen ogen niet. Wat een ommekeer. Als ze deze wedstrijd uiteindelijk toch winnen, is dit een formidabele comeback. Een andere hoek voor de herhaling. De balans nu in het nadeel van Vitesse. Nog 4 minuten te gaan in deze tweede helft van de verlenging. Door die actie is hij de bal kwijt. Hij glijdt naar de bal en herovert balbezit. Prima. Goed hoe hij ertussen zat. De in te halen blessuretijd wordt op 1 minuut geschat. Dit is misschien wel een van de laatste aanvallen om de wedstrijd te redden. Het is afgelopen. Hierbij winnen we de wedstrijd. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer je. Heb je nog geen like achtergelaten op een van onze video's, laat dan een like achter. En voor nu bedank ik je voor het kijken en tot de volgende gameplay.